opmerkelijk dat Raymond van Barneveld zelf de vlag draagt naar het podium. Daarmee zwaait en de vlag kust. Ik vind het wel mooi gebaar, moet ik eerlijk zeggen. Ja, het heeft wel iets. Hij is trots om Nederlander te zijn. Altijd al geweest. Zeker omdat hij hier in het Hol van de Leeuw in Engeland staat te spelen. En laten we niet vergeten, kijk, nu zijn er 7 Nederlanders. Maar heel lang geleden, oude mensen kunnen zich dat nog herinneren, was hij gewoon de enige Nederlander hier. En dat zijn er steeds meer geworden. Hij heeft het oranje in de zaal hierheen gebracht. En zo zien de Engelsen dat zeker. In Nederland krijgt hij daar misschien iets minder respect voor. Van Barneveld tegen Anderson. Van Barneveld moet beter spelen dan hij deed in de eerste ronde tegen Brian Sørensen. Van Barneveld begint. En Anderson komt daar meteen met een 180 score overheen. Dat is de derde partij van de avond. Martin Adams en Vincent van der Voort mochten in de vorige 2 wedstrijden beginnen. En alle 2 verloren ze hun eerste set. Na 12 darts op dubbel 8. Toch de kans voor Van Barneveld. Triple 20 nodig. Niet geraakt. 60. Gary, you require 60. Om 1-0 voor te komen, Gary Anderson. De laatste mogelijkheid voor de schot. 12. En die laat hij liggen. Raymond, you require 60. En nu kan Van Barneveld laten zien dat hij beter is dan de vorige wedstrijd. Door nu gewoon deze dubbel 20 in 1 keer te pakken. That's game shot and the first leg. Raymond van Barneveld. Second leg, Gary to throw first. Hoewel hij daar redelijk koeltjes wegloopt, moet hem dat toch goed doen. Achterkomen en toch met de eerste kans die je krijgt de dubbel uit te gooien, maar ook meteen pakken. Dat is de enige manier om je tegenstander te frustreren. De kansen die je krijgt te pakken. En vooral voor Anderson, die scorend altijd al zo goed is. En het al vaak op zijn dubbels laat liggen, is dit alweer het eerste kleine klapje dat hij heeft gekregen. Een goed moment. 108. De eerste voor de wedstrijd en geworden de 7 de vorige wedstrijd. Ja, daar lag het niet aan toen. Dubbel 18 Anderson. Deze keer pakt hij hem wel. Gary Anderson. Third leg, Raymond to throw first. Game on. 95. Forty.
60. Finis van Andersen in de leg die van Barneveld is begonnen. 97. Mazzel van Barneveld met die laatste dart. Ging voor de boel, miste hem. Maar ik was 17, blijft een finish over. Daar mag je zo dadelijk aan gaan beginnen. En dan is het op 81. Triple 15 laat voor hem dubbel 18 over. Triple 19 laat dubbel 12. Raymond Uriquois, 164. Ja, en zo staat Gary Anderson voor de derde leg op rij na 12 darts op een dubbel. 100. Gary Uriquois, 24. Yes, that's game. En zo breekt Anderson van Barneveld. Er komt 2-1 voor in de set die van Barneveld is begonnen. En als ze naar de 19 toe, laat 170 staan voor zo dadelijk. Weer 180, de tweede voor Van Barneveld. Gary Uriquois, 170. Raymond Uriquois, 90. 90 voor Van Barneveld. Triple 20 raakt, dubbel 15. Net aan de buitenkant, nu erin. Nee, 16. Twee darts gekregen en gemist. En weer staat Anderson na 12 darts op een goede finish. 42, 10 dubbel 16. Voor de set. 34. Raymond Uriquois, 30. Dus heeft hij nog maar één kans over om te pakken en die pakt hij dan. En zo maakt hij er 2-2 van. Breekt hij dus terug. Waar Anderson de kansen kreeg om de eerste set te pakken. 94. En normaal gesproken, als Van Barneveld zijn eigen vorm heeft, dan is hij beter dan Anderson. Nu 100. Scheelt het niet zoveel, het niveau tussen de beide heren. Dus dan is het nogal belangrijk of je hier 1-0 voor of 1-0 achter komt. Ja, maar daar doe je Anderson toch 60. Een beetje tekort mee, denk ik. Want Anderson staat vier legs lang achter elkaar onder de 15 darts op een dubbel. En dat is het niveau dat Van Barneveld normaal gesproken ook haalt. Anderson heeft heel lang heel veel problemen gehad om op een podium te spelen. En lijkt dat een beetje in de eerste ronde in zijn partij tegen Robson van zich af te hebben gegooid. 41. Alhoewel die wel weer natuurlijk een paar kansen al heeft laten liggen in deze set. Eigenlijk had Anderson al met 1-0 voor moeten staan. 100. En nu in die hele belangrijke vijfde leg
Staat Anderson na 12 darts niet op een goede finish. En zeker niet op een dubbel. 100! Raymond, you're a qual, 107. 107, triple 20 erin. 15 en dubbel 16. Voor de eerste set toch naar Nederland. 91. Nog niet, maar hij mag er zo dadelijk wel voor terugkomen. Raymond, you require 16. Yes, that's game. En zo gaat hij inderdaad naar Van Barneveld. Het moest van ver komen en als hij dubbels mist, dan mist hij zo ruim. Van Barneveld houdt de set die hij zelf is begonnen. Maar dat ging met moeite. Geen enkele leg die hij zelf begon, wist hij makkelijk te houden. Maar de 1-0 voorsprong is er. En dat is wat geld.94 100. Ja, nog een kijkje voor Van Barneveld, want geen finish voor Anderson. Als hij hem nu goed wegzet, kan hij zichzelf een groot plezier doen. Hij heeft wel een triple nodig. 58. En nog bij de 20. Wat bij de 18 gewonnen. 56. Raymond, you require 152. Het is wel een finish natuurlijk. Twee keer triple 20, laat dubbel 16. 92. Gary, you require 118. Triple 20 voor Anderson. Die zit er net onder. Triple 20 laat dubbel 19. Ook die gaat er niet in. 94. Raymond, you require 16. 20 en tops voor Van Barneveld. Ja, yes, die gooit hij wel. Meteen de break aan het begin van de tweede set. Second leg, Raymond to throw first. Game on. 157. 180 van Van Barneveld brengt in ieder geval wat leven in de zaal. En zo langzamerhand loopt hij ook aardig weg van Anderson. Die heeft nog een triple nodig om een finish over te laten. Dat lukt hem niet. Dus Van Barneveld op 116. Triple 20. Alsnog triple 20 voor dubbel 18. Dubbel 18. 98. Die kan net niet. Tegen de binnenkant van Thijssen aan. Maar hij mag zo dadelijk nog een keer terugkomen. En dan maakt dit in principe niet zoveel uit. Raymond, you require 18. Eén mogelijkheid nog over voor Van Barneveld. En die grijpt hij en zo komt hij op 2-0 in de tweede leg. Third leg, Gary to throw first. Game on. 99.
121. Kopje staat goed en kijk, daar ging het vingertje ook weer omhoog. Bij de 180 scoren, iets wat we hem in de wedstrijd tegen Brian Surdelton ook zagen doen. Een eerbetoon aan Eric Bristow, zoals hij dat zelf uitlegt, omdat Bristow dat ook deed. 44. En na de 180 ging het vingertje omhoog. Ja, en het ziet er op dit moment naar uit dat Van Barneveld heel makkelijk over Henderson heen gaat lopen. Gehakt. 140. 20 en tops voor 2-0 in sets. Dubbel 10 voor een 2-0 voorsprong in sets. 50. Gary Requaw, 121. Klein kansje voor Henderson. Triple 20, geraakt. 11 of triple 11. Triple 11 voor dubbel 14. Gary Henderson. Dat is toch wel knap. Yes, that's game shot. Waar we al gehakt hadden gezegd. Game on. Komt Henderson, ja, ook terecht dat hij dat gezicht even trekt. Toch nog terug. 121. 60. De finish zo even van de schot. On, 134. Ja, en in de leg die Van Barneveld is begonnen, is het nu Henderson die het initiatief te pakken heeft. 60. Dan had hij hier wel een triple kunnen gebruiken, de schot, maar heeft wel een finish over. 130. Een finish van 167. Maar bij het niet raken van een triple 20 is het niet te doen. Dus wat kan Van Barneveld om er 2-0 in sets van te maken? 112, triple 20. Alsnog triple 20 voor dubbel 16. Nee. En dan is de laatste een slordige van Barneveld. En dus mag Henderson terugkomen. 121 in de vorige leg. Nu 107. Triple 20, raak. 7. Nee, 19 voor dubbel 14. Nou, die ging de vorige keer er ook in. Om er 2-2 van te maken. Yes, that's game shot. And the fourth leg. Gary Henderson. Ja. En ondanks een versnelling in deze tweede set, waardoor Van Barneveld 2-0 in legs voorkwam en ook dichtbij 3-0, dus een 2-0 in sets, is ineens Henderson bezig om de beslissende vijfde leg te beginnen. Niet goed. Nee, dat deed hij ook al niet in de vijfde leg van de eerste set. 100. 97. 140. Dat is het initiatief bij Van Barneveld. 59. 57. Geen finish voor Henderson. 100. Dus 6 darts voor 204 punten voor Van Barneveld in ieder geval. 180 laat dubbel 12 over. 140 laat 64 staan.
60. Raymond, you require 64. Triple 16, dubbel 8. Dubbel 16. 48. Gary, you require 146. Ja, is ver. Dat is een finish. Triple 20 wel nodig. Gegooid. Nog een triple. Gegooid. Dubbel 13. Dat zijn finishes. Dat zijn finishes die pijn doen. Een 121 finish om er van 2-0 achter 2-1 van te maken. Een 107 finish om er 2-2 van te maken. En een 146 finish om er 3-2 van te maken. En dus om er 1-1 van te maken in sets. Dat onder Jelle Klaassen zien. Tot nu toe de enige Nederlander in de kwartfinale. Essers haalde het niet, Van der Voort haalde het niet. Dus onze laatste Nederlandse troef staat achter Anderson. 55. Dat is Van Barneveld. Ja, die toch eenvoudig naar die tweede set toe leek te gaan. Hoeveel kansen heeft hij nog niet gehad? Nou, op dubbel niet zo heel veel. Dat waren er maar 3. Maar de voorsprong die hij had in ieder geval de derde leg, in de vijfde leg. Dit is de vijfde voor deze partij. Triple 19. 99. Maar hij lijkt toch weinig last te hebben van al die hoge finishes die hij om zijn oren heeft gekregen. 58. Raymond 78 is triple 18. 20 en tops dan. Yes, that's game shot at the first leg. Raymond van Barneveld. Second leg, Gary to throw first. Game on. Dat hij kan finishen boven de 100 weten we inmiddels. Dat is de 5 alvast. Triple 20 laat tops. Nee. Kan niet altijd feest zijn natuurlijk. 85. Dan Van Barneveld dan. Een mooie finish produceren. 104. 20 gegooid. Triple 20 laat dubbel 12. Nee. Schud ook even met het hoofd. 56. Niet tevreden. Gary required 20. 1 kans om er 1-1 van te maken in de derde set. Yes, that's game shot. And the second leg, Gary Anderson. Third leg, Raymond to throw first. Game on. Sixty.
140. Dat is eentje die je nodig hebt. Zeker als Anderson niet zou kunnen volgen. 78 140 84. Raymond, you require 161. 65 137. Raymond, you require 96. Kippel 20 al raakt, kippel 18. Yeah, dat is een beweging die we hem regelmatig zien maken en die loopt. 2-1 voor Van Barneveld in deze derde set.79 70 140. Ja, Anderson maakt de triples in deze leg wel. 137. Geeft zichzelf een goede finish. 66 zo dadelijk. En Van Barneveld heeft 60. Geen finish over. 66. Dubbel 10 en dubbel 18. 10 gegooid. 16 en tops. Ja. 16 en tops. Yes, that's game shot and the fourth leg. Gary Anderson. Ja, om aan te geven hoe weinig verschil er tussen beide spelers zit. We gaan weer de beslissende vijfde leg spelen. 100. En dit is een goed begin. Want tot nu toe lukte het steeds de spelers die de vijfde leg mocht beginnen ook. Het om die leg te winnen en dus de set te pakken. 100. Ja, Anderson gaat het hem in ieder geval niet cadeau doen. Ja, dan mist Van Barneveld de boel. Geeft hij Anderson de kans om wel een finishleg te zetten. Daar waar hij er zelf geen een heeft. Moet hij wel een triple gooien nu? Triple 17 misschien. Ja, die probeert hij en die raakt hij. 170 blijft er staan voor Anderson. Het is natuurlijk te doen. Het is voor een 2-1 voorsprong in sets. Anders wacht tops voor Van Barneveld. En dus mag Van Barneveld zich daar op concentreren. 56. Raymond, you require 40. En hij pakt de derde set.